naar wonen, waardoor je dus ook minder gebruik maakt van je auto, ook minder CO2-uitstoot hebt. He, dus het heeft aanzienlijk veel voordelen ook voor het milieuaspect. Helemaal. Meneer Wilson, ook nog even een vraag voor u. Hoeveel pressure zal, want u heeft zichzelf aan, 25 jaar heeft u in het buitenland gezien wat er allemaal gebeurt. Dus een aanzienlijke ervaring heeft u daarbij. Ik denk dat u het wel heel goed zal kunnen verkopen wat het belang is van appartementsrecht. Maar hoeveel pressure gaat u kunnen leggen op DNA-voorzitter, de minister van grondbeleid, de minister van openbare werken, dat ze ook naar zulke mogelijkheden kunnen kijken. Ik ga niet zeggen moeten, ik zou zeggen kunnen kijken. Die pressure is gelukkig niet van mij alleen afhankelijk. In het grondcongres zijn er heel veel verschillende stakeholders. En zoals Joël aangaf, de bedoeling is om de bewustwording op gang te brengen, maar ook om de input van al die verschillende stakeholders bij elkaar te verzamelen, om uiteindelijk tot een goed wetsvoorstel te komen, waardoor je appartementsrecht kan gaan toepassen in de praktijk. Ik denk dat als je kijkt naar de, hoe de samenleving, uw cameraman had het over studenten bijvoorbeeld. Ik kom vaak in de media studenten die een stukje grond willen en dergelijke. Dat hoeft allemaal niet meer op dat moment. Want studenten kunnen dan zo'n appartement kopen of huren. Nu kan je het alleen maar huren, maar je kan het niet kopen. Dus voor die rechtszekerheid en die groei wil je toch realiseren dat mensen het kunnen kopen. En juist door die behoefte die er is, het is een kwestie van vraag en aanbod op de markt. De vraag is groot, dat schetst Joël op verschillende manieren. De vraag is groot, Suriname heeft olie gevonden. Er gaan steeds meer buitenlanders hierheen komen die ook voor langere periodes in Suriname moeten vertoeven. Er zijn onvoldoende huizen aanwezig om die mensen te faciliteren. Appartementen bieden ook weer zo'n oplossing. Dus die druk zal uiteindelijk vanuit de maatschappij moeten komen. Vanuit de vraagzijde. De ondernemers geven aan dat die behoefte er is. De mensen in de samenleving, of nou studenten of ouderen, of geven aan dat die behoefte er is. Het is nu een schone taak voor de overheid om die wet uiteindelijk aan te nemen. Zodat het geregeld kan worden. Dus hopelijk met het grondcongres kunnen we met z'n allen bijdragen aan die druk, zoals u noemt, aan de overheid, het stimuleren van de overheid, om deze wetgeving snel tot een werkelijkheid te maken. Ja, sowieso. Maar een vraag die me net ook te binnen schiet, is Suriname niet te klein voor zulke moderne dingen? Want men zou nou denken, we willen alles overnemen van het buitenland. Dit is een goed ding dat we overnemen, want het komt woningzoekenden sowieso ten goede. Maar zijn we niet een te kleine samenleving? Oké, sowieso met de buitenlanders die we krijgen, denk ik het niet. Maar vanuit uw opzicht of jullie opzicht, zijn we niet een te kleine samenleving voor op elkaar wonen? Waarom hebben we dan nog woningnood? Ja. Het is een instrument waarmee je woningnood kan helpen oplossen. Het is geen vervanger van toverstok van hiermee is alles geregeld. Maar het is wel een extra mogelijkheid voor mensen van, los van ik moet grond zoeken, ik kan geen grond krijgen, dan moet ik nog een heel huis gaan bouwen. Zo'n appartement met veel minder financiële middelen kunnen mensen waarschijnlijk al over appartementen beschikken. Dus de omvang van de samenleving speelt voor mij, vanuit mijn optiek bekeken, minder een rol. Anders hadden we geen huisvestingsproblematiek. Of zei uw cameraman ook niet van, ik heb al met andere medestudenten gesproken, die zouden best wel zo'n appartement willen hebben. Dus die behoefte is er wel. En in Nederland, buitenland, zie je het ook bijvoorbeeld onder de seniorenburgers, de ouderen. Die wonen vaak in zulke zorgcomplexen. En dat zijn allemaal appartementen, dat zijn geen vrijstaande huizen. Dus zo ook voor onze oudere Surinamers heb je dan op dat moment betere woonoplossingen. Ja, dus een soort Asiana systeem. Want Asiana is een beetje op hoogte. En als ik me niet vergis, huizen Albertine is ook al drie verdiepingen. Is op zo'n niveau, denkt u, want het is een stuk perceel. En dan op zo'n niveau dan bij elkaar wonen, want dan heb je alles. Je hebt je kamer, je hebt bad en toilet, kleine keuken. Alleen moet je kijken hoe je aan verkeer zelf komt, als dat niet zelf kan. Ik wil wel een kleine toevoeging maken dat in het buitenland de discussie rondom appartementencomplex ook gevoerd wordt, de discussie van hoe hoog ga je dan bouwen. Vooral dat. Praten we over 5 hoog, praten we over 8 hoog, 10 hoog, 12 hoog, 20 hoog.
Dus we gaan dus, Assyria High-Rise een beetje overtreffen? Ja. Dus het is uiteindelijk wat is aangegeven. Het grondcongres is niet voor te zolen vastgoed alleen. Op het moment dat appartementsrecht is aangenomen, geldt het voor alle Surinamers. Sowieso. Dus niet alleen bij Tersol vastgoed zullen er appartementen gebouwd worden, maar dan ook elders in het land. Door andere ondernemers, andere bouwbedrijven. En daar wil je uiteindelijk dat er ook goede regels afgesproken zijn in zijn algemeenheid. Van als we met appartementen aan de slag gaan, zijn dit de spelregels waar we ons aan houden. Want hoe hoger je gaat, hoe hoger de uitdagingen soms ook zijn. Ook in een land als Suriname, je bent 12 hoog, stroom valt uit. De hele complex is zonder stroom. Dat soort zaken moet je geregeld hebben. Dat soort zaken moet je aandacht aan besteden, want dan gaat de veiligheid weer een rol spelen. Klopt. Dus daarom hebben we het congres zo breed mogelijk georganiseerd om al deze input te hebben, om juist op een verantwoorde manier. Dus het is niet gezegd dat als we grondcongres met appartementsrecht, dat we automatisch zeggen over die skyscrapers gaan bouwen. dat zeggen we niet. Helemaal, snap ik. Meneer Tersol, tot slot nog. We hebben het gehad over de waarom zo'n congres. We hebben het gehad over wat het doel is van zo'n congres. Maar tot slot, wat is uw oproep, vooral ook voor de mensen die komen? Want dan hebben ze ook al een beeld. Ze hebben misschien al een kleine voorproefje gehad van waarom jullie het congres houden. Maar waarom moeten zij zich inzetten om dit tot een feit te maken? Ik denk dat wij van Tersol vastgoed het voortouw nemen als het gaat om awareness te creëren. Omdat het appartementsrecht één van de onderwerpen is waar we actief over schrijven en praten. Het is overigens wel het eerste grondcongres onderwerp. Maar we hebben al eerder gesproken over onder andere grondconversie. Wat is grondhuur precies? En ook bijvoorbeeld grondbelasting. Hele belangrijke aspecten die we moeten belichten, willen wij efficiënt en effectief ons land gaan herinrichten en opbouwen. Ieder die daar deel aan wil mee, die deel daaraan wilt nemen, wil ik vragen om actief mee te doen. Omdat het is nu het onderwerp appartementsrecht, omdat ik absoluut vind dat het een heel belangrijk aspect is. Maar eigenlijk zijn we bezig om in die transitie waar we eigenlijk zitten, met het aannemen van nieuwe wetten, om daar echt meer awareness te creëren en ervoor te zorgen dat we een veel breder draagvlak krijgen. En dit gaat iedere Surinamer aan. Als je nou een student bent, als je nou net gehuwd bent en op zoek gaat naar een perceel te kopen of een woning, of als je al gepensioneerd bent, of je bent een expat, of je... Ja, zoals mijn moeder, die 6 maanden per jaar hier in Suriname. Het gaat ons allemaal uiteindelijk aan. Omdat we allemaal de hoop hebben om hier een dak boven ons hoofd te hebben. En dat het allemaal goed geregeld is, vooral die rechtszekerheid. En daarvoor moeten we nog een paar stappen ondernemen. En het appartementsrecht is daar een van de belangrijkste onderdelen. Maar het treft iedere Surinamer, iedere ondernemer, het treft de politiek. Wij moeten ervoor zorgen, u ook en de kijkers, dat we begrijpen waar we naartoe gaan en wat deze rechten precies inhouden. Helemaal. Heren, rest mij nog te zeggen heel hartelijk dank voor de informatie en succes volgende week. Wij van ATV zullen het ook sowieso komen volgen. Ik denk dat we alle 3 dagen gaan filmen, want het lijkt me een interessant programma te zijn. Dus ik zou maar zeggen succes volgende week en wij kijken er naar uit en we gaan de DNA-voorzitter vooral volgen en wat ze gaan doen in de Nationale Assemblée. Maar vooralsnog heel hartelijk dank voor jullie participatie in het programma In Gesprek Met. U ook bedankt.